Waarom stopt er maar 2 keer per uur een trein hier in Ravenstein, op de grens van Noord-Brabant en Gelderland? Dat komt door de spoorbrug over de Maas, even verderop. Op die brug ligt maar 1 spoor en er moet de trein in 2 richtingen overheen. 1 te late trein en je hebt al snel een kettingreactie aan vertragingen. En door deze flessenhals is de dienstregeling in heel Noord-Brabant niet flexibel. Door deze spoorbrug te verdubbelen wordt dat probleem opgelost. En dan kunnen er meer treinen gaan rijden tussen Nijmegen en Den Bosch. Elk kwartier, zowel een intercity als een sprinter, in plaats van elk half uur. De ChristenUnie wil 15 miljard euro investeren in beter openbaar vervoer en betere fietsvoorzieningen. Zo wordt reizen duurzamer. Meer over EED van de ChristenUnie? Check mijn andere video's, abonneer op dit kanaal en laat vooral ook jouw OV-ideeën achter in de comments bij deze video.